Slegers geeft voor. Bal komt voor de voeten van een basisdebutant. Gekomen van Moes Groen, Charles Andreas Brim, de Canadees. Mullen alsnog met de voorzet, Brim met de aanname. En wat een lekkere goal is dit, zeg. Slegers dicht bij de 3-0 en het is ook 3-0. Actie van Joey Slegers. Nu is de intikker van Charles Andreas Brim. De in Frankrijk geboren Canadees. Veel en die zien Eindhoven scoren. Canadees, Charles Andreas Brim wordt van de bal gezet. Brim met de steekpaas. En dan is het Joey Slegers die Zetvoort omspeelt. Die pakt Bakker maar half zo voor de voeten bij Brim. Nog altijd in de eerste helft. Dan valt die bal weer voor Brim. En wat meer voor Tuin. Hetzelfde resultaat. Goal voor Eindhoven. Twee keer die Canadees. Het is goed, nou, daar is de voorsprong weer voor Eindhoven, want Brim loopt er binnen. Er zijn amper echte kansen geweest in deze wedstrijd, maar er liggen er wel al drie in.